Ziekteverzuim aanpakken is een noodzaak, zowel voor werkgever als voor werknemer. HR-expert Jan van Akkoleijen praat hierover met meester Tieleman. Meester Tieleman, welkom vandaag. Het thema waar we het samen gaan over hebben is verzuimbeleid. Wat is volgens u een goed verzuimbeleid of wat zijn de componenten daarvan? Volgens mij zijn er twee pijlers. De eerste pijler is aandacht, gepersonaliseerde aandacht voor de zieke werknemer, waarbij we het nodige respect en aandacht betonen voor het probleem van iemand die ziek is. Tweede pijler is voor mij het feit dat men gaat optreden tegen mensen die er de kantjes van aflopen. Het juridisch kader om daar tegenover actie te nemen, hoe ziet dat er juist uit? Ten eerste is het belangrijk om, wanneer iemand zijn verplichtingen niet nakomt, niet verwittigt, wanneer men ziek is, zijn doktersbriefje niet tijdig binnenbrengt, om een duidelijk signaal te geven naar de betrokkenen toe van kijk, dit accepteren we niet. Ten tweede, bij de terugkeer, het organiseren van een verzuimgesprek kan louterend werken. Men geeft aan van kijk, wat zijn de problemen geweest tijdens uw afwezigheid? Wat is er ondertussen allemaal gebeurd binnen de groep, binnen de onderneming? Als iemand bij herhaling nalaat om tijdig te verwittigen, tijdig medisch certificaat binnen te brengen, dan moet men de sanctie toepassen zoals die in de wet is voorzien. Namelijk, men houdt het gewaarborgd loon in totdat men zich uiteindelijk in de regel stelt. Een van de instrumenten die een werkgever ter beschikking heeft, is een medische controle, een controlearts sturen. Vaak hoor ik dat werkgevers zeggen, eigenlijk weinig zinvol, want 95-98% van die controles bevestigen de ziekte. Dus laat ons die investering of die kost niet maken. Ook zelfs niet vanuit preventief standpunt. Wat is uw kijk daarop? Ten eerste raad ik toch aan om op regelmatige basis controles te laten uitvoeren. Om aan te geven van kijk, wij willen geen verzuimcultuur waar men al te gemakkelijk een medisch certificaat gaat binnenbrengen om in feite andere zaken te verhullen. Ten tweede moet men ook eens nadenken van hoe gaat men om met die controlebezoeken. Is dat altijd op hetzelfde tijdstip, bijvoorbeeld de tweede dag van een arbeidsongeschiktheid? Ja, dan moet men ook niet verwonderd zijn dat men zich daarop gaat instellen. Meester Tieleman, dank u wel. Dit was helder en dit gaf ons een duidelijk inzicht in welke instrumenten werkgevers hebben vanuit een juridisch perspectief als het wel eens durft fout lopen met het aanwezigheidsbeleid in een organisatie. Dank u wel.